In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dierbaren, een koning bereidt een bruiloftsmaal voor zijn zoon. Het zal heerlijk zijn. Lang heeft hij ervoor gespaard. Hij wil zijn zoon het beste geven wat hij maar kan. Hoe kijkt hij er naar uit? En zijn econoom mag vrij over de rekening beschikken. Niets mag ontbreken, niets is te veel. Niets is overdreven. De laatste dag van de voorbereidingen breekt aan. Het beste meubilair wordt opgesteld, de mooiste versieringen bovengehaald en de keuken is in rep en roer. De avond breekt aan en de oude koning begeeft zich door de voorbereide zalen. Hij controleert alles nog een laatste keer. En op het einde van zijn toer zet hij zich even en denkt na over de mooie dag van morgen. Duizenden zijn uitgenodigd. Ja, zijn zoon ziet zijn volk ongelooflijk graag en daarom mag niemand ontbreken. Ook al heeft zijn familie de afgelopen jaren niet veel dankbaarheid gekregen. En vermoeid legt de oude koning zich te bed. De volgende morgen stuurt hij al zijn personeel op de straten om de mensen te gaan halen. Uit te nodigen. Welk een ongehoorde eer bewijst de koning hiermee zijn burgers. Maar wat niemand nog maar zou wagen te denken gebeurt. Zij wijzen de uitnodiging terug. Nee, geen tijd. Ik heb andere zaken te doen. Ik ben te moe. Misschien volgende keer. De dienaren snellen terug. Ze zijn helemaal de kluts kwijt en ze kloppen zich op het hoofd om te zien dat ze niet dromen. En daar staat dan de oude koning op uitkijk. En als hij zijn dienaren ziet terugkomen, dan stelt hij hun de vraag waar dat volk is. Of dat die nog achterkomen. De dienaren staan verstijfd. Nauwelijks krijgen ze een woord over hun lippen. En als de koning dan ervaart dat de mensen helemaal geen interesse hebben, dan wordt hij onpasselijk. Hij moet even gaan zitten. En als toch enkele van zijn dienaren opnieuw de moed gevonden hebben te spreken, zeggen ze tot hem, mijnheer, dit volk is altijd al opstandig en ondankbaar geweest. Misschien wordt het eens tijd ze te bestraffen. En de koning, hij staart stil voor zich uit. Tranen staan hem in de ogen. Ze moesten eens weten wat ik allemaal voor hen gedaan heb. Maar goed, laat ons over een paar uurtjes nog eens proberen. Ja, dierbaren, stel u het anders voor. Een bode van de koning komt bij u en zegt, Zijne Majesteit verwacht u op de bruiloft van uw zoon. Gij zou het terecht uw oren niet geloven. Ziet gij wel dat het evangelie van deze zondag onwaarschijnlijk klinkt. Hoe onwaarschijnlijk echter zo'n uitnodiging is, nog veel meer onwaarschijnlijk is de afwijzing door de genodigden. Onwaarschijnlijk en toch waar. Het is een jammerlijke realiteit. Want wat betekent deze parabel anders dan de uitnodiging Gods tot het Godsrijk? Eerst hier op aarde in de kerk en daarna in de eeuwige kerk. De voltooiing en de vergelding van dat Godsrijk, het oordeel en de hemel. En de heilige paus Gregorius de Grote, hij ziet in de bruiloft zelf de kerk hier op aarde, waar allen toe zijn uitgenodigd. En het bruiloftsmaal zelf is de eeuwigheid, de hemel. De kerk hier op aarde rekent zowel zondaars als gerechten onder zich. Wat is bedoeld met die gerechten? Niet die zelfverklaarde gerechtigen die menen geen zonde te hebben, maar diegenen die in staat van genade leven. Deze zijn heilig in zekere zin. En daartoe, we lezen het, bij de derde uitnodiging vult zich de zaal met zowel slechten als goeden, zondaars als gerechtvaardigden. In de kerk bevinden zich zowel zondaars als rechtvaardigen.
Maar op het bruiloftsmaal in de hemel zullen er enkel gerechten zijn, enkel heiligen, enkel zielen in staat van genade. En dat wordt hier met een beeld aangeduid, het bruiloftskleed. Die man zonder bruiloftskleed wordt onverbiddelijk buitengegooid. Tot drie keer toe zendt de koning verschillende dienaren uit om de genodigden te roepen. En de eerste reeks van dienaren wordt gewoon afgescheept. Ze komen niet, zo staat in het evangelie. Wij komen niet. De tweede reeks dienaren dringen al meer aan. Ziet, mijn gastmaal staat gereed. Mijn ossen en mestvee zijn geslacht. En alles is klaar. Komt nu ter bruiloft. Alles is klaar. Komt nu. Hoe aandringerig deze uitnodiging ook wezen, het antwoord van velen is pure onverschilligheid. Wat staat er in het evangelie? Zij stoorden zich er niet aan en gingen heen. De een naar zijn landgoed, de ander naar zijn zaken. Zij stoorden zich er niet aan. Lucht, ze gingen heen. Zulke onverschilligheid is grof en beledigend. Maar het gaat nog verder. Enkele van deze dienaars worden vastgegrepen, mishandeld en gedood. En de derde reeks van dienaren moet nu op de kruispunten van de wegen allen roepen die ze maar vinden. En zo wonen tenslotte goeden bij elkaar. Maar de bruiloftszaal is vol. We hadden al gezegd dat de oproep van de koning hier de uitnodiging Gods is tot intrede in zijn plan, in zijn rijk, de kerk. Maar wat voor betekenis heeft nu deze driemalige oproep? De kerkvaders zijn het over eens. De eerste reeks van dienaren vertegenwoordigen de profeten uit het Oude Testament en allen vooraan Mozes. En zij richten zich enkel tot het Joodse volk, de kinderen Israëls. De tweede reeks dienaren, met haar martelaren, wendt zich opnieuw aan de Joden. Deze keer zijn het de bloedgetuigen, Johannes de Doper, de heilige Stefanus, de apostel Jacobus de Meerdere, maar ook de andere apostelen die omwille van de prediking van Christus worden vervolgd. En de derde reeks van dienaren zijn eveneens de apostelen. Maar deze keer beperken ze zich niet enkel op het Joodse volk, maar trekken ze overal rond. Zonder uitzondering nodigen ze uit. En deze derde uitzending begon in werkelijkheid net voor onze lieve Heer Hemelvaart. Met de woorden, gaat en onderwijst alle volken. En sindsdien is die zending altijd maar blijven doorgaan, doorheen de eeuwen en in alle kerken. Tot nu, hier in de kerk. Ja, God, de koning der koningen, heeft u persoonlijk uitgenodigd om deel te hebben aan de weelde van zijn hof. Hij heeft u geroepen tot zijn rijk, tot zijn kerk hier en tot zijn glorie hierboven. Maar een uitnodiging moet beantwoord of aanvaard worden. En wat u betreft is die aanvaarding geschied. Gij behoort tot de kerk, gij bent katholiek. Kan dat volstaan? Nee. Gij moet ook als katholiek leven, als gij wilt deelnemen aan het grote bruiloftsmaal, aan de hemel. En onze Heer zegt dat in een beeld. We hebben het al gezien. Dit tweede deel van de parabel gaat hoofdzakelijk om de vraag wie er dan echt zal deelnemen aan het bruiloftsmaal. En het antwoord ligt voor de hand. Enkel diegene met een bruiloftskleed. Toen nu de koning binnentrad om de gasten te zien, bemerkte hij er één zonder bruiloftskleed aan. En wat luidt het bevel? Hoe luidt het bevel? Bind hem handen en voeten en werpt hem naar buiten. Daar zal geween zijn en geknars der tanden. Diegene die sterven zonder het kleed van heiligmakende genade,
die zullen in de duisternis geworpen worden. Dat betekent de hel. Daar is geknars der tanden. Geween en geknars der tanden. Stel u even voor, zo'n verdoemde ziel die dat beseft, die uitgenodigd was, gelijk u, in de kerk, die het evangelie hoorde, die de sacramenten wel van tijd tot tijd ontving, maar zich toch op het einde van zijn leven beroofd zag van dat bruiloftskleed ter heiligmakende genade en zich nu in de hel bevindt. Zo is dan toch gebeurd wat ik steeds voor onmogelijk heb gehouden. Dat ik scherpzinnig in alles wat mijn gemak en mijn voordeel betrof, dwaas genoeg ben geweest om mijzelf, mijn paradijs, mijn God te verliezen. En waarom? Omdat ik een beetje geld niet wilde teruggeven, mijn ogenblik genot niet wilde ontzeggen, mijn vijand een vriendelijk woord toespreken. Hoeveel uren heb ik gewijd aan spel en dans, aan gastmalen en vermaken? En ik heb mij niet de tijd gegund om een goede biecht te spreken en ten einde deze vlammen te ontgaan. O vuile hartstochten, bedriegelijke lusten, waartoe hebt gij mij gebracht? Waar zijt gij thans om mij te verkwikken en op te beuren? Ik blijf alleen, rampzalige die ik ben, alleen met mijn zonden. Dat is alles wat ik van mijn bezittingen heb overgehouden. Het huis dat ik bewoonde en van alle gemakken voorzag, is reeds van anderen. Bloedverwanten en vrienden die ik zo gul onthaalde. Waar zijt gij toch? Wat laat gij mij over aan mijn droevig lot? Ik roep en schreeuw en gij luistert niet. Ik huil en jammer en gij lacht. Ik knars op mijn tanden en gij zingt. Ik lijd en gij geniet. Ik heb gebrek aan alles en gij zwemt in overvloed. Ik verhonger en gij zijt verzadigd. Ik brand van dorst en gij zwelgt bekers vol onverschillig naar binnen. Ik word gefolterd in deze vlam en gij geeft u over aan uitbundige vermaken. Hoe wanhopig een zulke ziel moet zijn. En wat betekent dat slotwoord van ons Heer in het evangelie anders dan dit, ons hiervoor te waarschuwen? Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Velen zijn geroepen in de kerk, over alle eeuwen heen. En nog heel veel mensen gaan naar de kerk, maar weinigen zijn uitverkoren. Dat betekent niet iedereen die naar de kerk gaat, zal gered worden. Ja, deze uitnodiging van de koning is geen andere als die via de kerk naar de heiligheid, naar de hemel. De heiligheid, dat is het doel en er is geen ander doel op aarde. En zo zegt Monseigneur Lefebvre heel eenvoudig. Wie de weg van de heiligheid verlaat, verliest zijn bestaansreden. Verliest de reden van zijn bestaan. Op een dag kwam de zus van de heilige Thomas van Aquino op bezoek. En zij kwam hem om raad vragen. Beste broer, noem mij eens een voornaam middel om een heilig leven te leiden. En de heilige Thomas, hij dacht even na, maar gaf dan ten antwoord: kijk, zus, jij verlangt heilig te worden, dan is het voldoende om het oprecht te willen. Het is voldoende om het te willen. Ja, want van de kant Gods hoeft u niets te vrezen. Hij wil uw heiligheid, ongeacht wat uw verleden ook geweest is of in welke levensstaat u ook bevindt. En als God iets wil, dan geeft hij ook altijd de nodige middelen daartoe. Dus van zijn kant hoeft gij niets te vrezen. Hij geeft alles. Hij is zelfs meer bereid u nog zijn vergiffenis te geven en zijn genade als gij dat zelf maar kunt wensen en verlangen. Zijn liefde overtreft altijd de onze.
Als wij dus niet heilig worden en ons doel mislopen, dan ligt dat aan ons. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. De gerechtigheid is een oud-testamentelijk woord voor heiligheid. Zalig zij die hongeren en dorsten naar heiligheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelijk een hert dorst naar waterbronnen, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Zo zingt de psalmist. Ja, wij moeten eerst en vooral het verlangen naar heiligheid, naar geestelijke vooruitgang koesteren. En zonder dat zal het onmogelijk zijn. Het is de eerste en noodzakelijkste stap er naar te verlangen. Weren wij ons tegen deze plompe, oppervlakkige tijdsgeest, die zich enkel maar verzinkt in het tijdelijke, die alles bespot wat de aarde overstijgt, wat zichzelf overstijgt, die lacht met degene die zijn leven serieus neemt. Het boek der wijsheid zegt over diegenen die met een groot verlangen naar heiligheid, naar geestelijke vooruitgang bezield zijn, dat zij zullen schitteren als vonken die in een rieten bos rondlopen. Ja, gelijk het vuur door een rieten bos gaat, zo lopen diegenen naar de heiligheid. Zodra dat goddelijke vuur, dat verlangen in hun harten ontstoken is. Maar vele dingen dreigen helaas dat verlangen te onderdrukken. Of tenminste te verzwakken. De drievoudige begeerlijkheid. Eerst die van de ogen, de hebzucht, het materialisme, het tijdelijke dat ons toch zo fascineert en aantrekt. Urenlang catalogen bekijken van kledij, technologie, smartphones. De begeerlijkheid van de geest. Het onophoudelijk zoeken naar erkenning bij de mensen, naar lof. Naar carrière, de begeerlijkheid van het vlees en het lichaam. Dan onze zwakheid, de afschrik voor de strijd, de vrees van zich telkens opnieuw te moeten inspannen om uiteindelijk aan de genade te beantwoorden en voortgang te maken. Dat alles dreigt ons verlangen te doen ophouden. En zo belanden wij in een ellendige ziekte van de acedia. De geestelijke traagheid. We verlangen niet meer naar de hemelse dingen. Tijd voor een meditatie, een geestelijke lezing. Dat is voor monniken. Zo denken wij dan. Het minimum. Minimalisten in het geloof. En het ergste van al is, zielen die door deze ziekte besmet zijn, merken dat zelf niet op. Ze denken dat is normaal. Dat is het leven gewoon. En iedereen is getekend door zijn kruisen. Het is al goed. Kijk eens, ik ga toch zondag naar de kerk. Ik bid al een ochtendgebed. Of een avondgebed. En van tijd tot tijd zal ik wel eens te biechten gaan. O, arme zielen. Stellen we ons die vraag. In hoeverre sta ik? Waar is dat verlangen naar heiligheid? Ben ik daardoor bezield? En zo niet, laat ons dan omsmeken, vragen wij onze Heer ons dat vuur in ons te ontsteken. Wij moeten ons dus doordringen van de noodzakelijkheid om dit verlangen levendig te houden in ons. En zo nodig met alle middelen weer op te wekken. En daarom gaan mensen op retraite. Daarom gaan mensen nemen zij een inkeerdag. Daarom gaan mensen soms eens een grondere biecht doen. Juist om dat verlangen in ons terug op te wekken. Niemand gaat een moeilijk, steil pad op, zo hij niet vurig naar het doel verlangt. Daarom is ook alles in de Heilige Schrift erop gericht in ons dat verlangen te ontsteken. Want inderdaad, daar wordt ons het ideaal van de volmaaktheid van onze Heer als toonbeeld voorgehouden. Daar wordt ons verhaald over zijn deugden en de dringende uitnodiging tot navolging daaraan verbonden. En waarom geschiedt dit anders? Tenzij
om in ons het verlangen naar iets hoger, naar de heiligheid in te storten. En ook in de liturgie. Maar ik zou kunnen zeggen, natuurlijk naast de eer en de lof Gods, is dat haar doel. In de loop van het kerkelijk jaar stelt ze onze verschillende levensfasen van Christus voor ogen. En waarom? In feite leven wij in een voortdurend Pasen. En toch doet ze dat met moederlijke wijsheid, om ons steeds opnieuw, onder andere vormen en nieuwe beweegredenen, in ons het verlangen op te wekken naar geestelijke vooruitgang. In de Advent spoort zij ons aan om vurig te verzuchten naar de heiland, dat hij komen, dat het rijk van Jezus in de harten gevestigd worden. In de kersttijd ontvlamt zij ons dat dat rijk in de harten zich mogen uitbreiden. En van Septuagesima tot Pasen roept zij ons op tot werken van boetvaardigheid, om ons dan voor te bereiden op de genade van de verrijzenis. Van Pinksteren tot het einde van het kerkelijk jaar nodigt zij ons uit tot de innige vereniging met God, tot ontvangen van de gave van de Heilige Geest. En zo weet de liturgie het hele jaar door, onder verschillende vormen en telkens nieuwe beweegredenen, ons op te wekken tot geestelijk vooruitgang. En ook de heiligen leren dat zonder dikwijls verniet verlangen naar volmaaktheid geen voortgang bestaat in het geestelijke leven. Zo zegt de heilige Theresia van Lisieux: het is van groot belang onze verlangens niet te laten verslappen. Houden wij ons overtuigd dat ook wij met Gods hulp en eigen inspanning na verloop van tijd zullen bereiken wat zoveel heiligen door God ondersteund verworven hebben. Hadden zij nooit dergelijke verlangens opgewekt en niet getracht ze langzamerhand te verwezenlijken, dan zouden zij nooit zo hoog geklommen zijn. O, van hoeveel gewicht is het in het geestelijk leven zichzelf aan te vuren tot grootse zaken. Zichzelf aanvuren tot grootse zaken. En ook de praktijk van de geestelijke begeleiding, het bestuur van de zielen, bevestigt deze leer. Wanneer men met edelmoedige zielen te doen heeft, die regelmatig biechten, die nederigheid en die grootmoedigheid opbrengen, hun zonden, zodra ze vallen, direct te bekennen, opstaan, in de geest van een heilige Ignatius, die zegt: laat mij strijden, Heer, voor u, zonder acht te geven op verwondingen, die dan direct opstaan, die hun gebedsleven oefenen, die ten rade gaan bij de priesters, die eens op retraite gaan, alle mogelijke middelen zoeken om voortgang te maken. Wel, bij zulke zielen merkt men op na een gegeven tijd hoe zij ook voortgang maken, hoe zij in de genade groeien. Maar bij anderen, bij wie dat verlangen nauwelijks voorhanden is, kan men de felste preken afsteken, de zwaarste motieven geven om hun te laten nadenken. Het heeft nauwelijks effect, omdat ze hun geest verdoofd is. Ze zijn ziek. De Moeder Gods zingt in haar Magnificat: de hongerigen heeft hij met goederen vervuld, maar de rijken... En wat is bedoeld? Diegenen die niets nodig meenden te hebben, die zich begenoegden met het leven in de zonden, die zich in het slijk der aarde rondgetuimeld hebben en dachten daarin geluk te vinden, die dus met andere woorden ook niet naar iets hoger, naar geestelijke vooruitgang, laat staan heiligheid, verlangden. Die, zegt de Moeder Gods, heeft hij ledig heen gezonden. Komt er dus op aan in ons dat verlangen op te wekken. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. God vindt er zijn behagen in onze gebeden te verhoren. Juist dan, wanneer ze onze eigen heiliging tot doel heeft. Onze Heer nodigt ons uit in het evangelie. Met de parabel van vandaag, maar ook met andere woorden. Indien iemand dorst heeft, komen hij tot mij en drinken. Hebt u dorst naar heiligheid? Hebt u dorst naar God? Hoe vuriger onze verlangens zijn, hoe meer genade wij kunnen ontvangen. Het verlangen verruimt als het ware de ziel. Zij maakt de ziel meer en meer ontvankelijk voor de goddelijke weldaden.
En van Gods kant is er een zulke volheid aan genade, een zulke goedheid, dat er ons zoveel van geschonken worden als wij maar kunnen bevatten. Daarom, maak uw beker groter, dat gij meer kunt bevatten door het verlangen. Hoe meer wij onze ziel dus openzetten door een oprecht en vurig verlangen, des te meer zal zij uit de volheid Gods ontvangen. Hart van Jezus, uit wiens volheid wij allen ontvangen hebben, ontferm u over ons. Een van de aanroepingen in de Heilige Hartlitanie. Wel, dat hart van onze Heer wil zich doen overstromen in het uwe. Open het door uw verlangen. En denk niet aan uw zonden. Van, zie toch, onze Heer kan met mij niets beginnen. Kijk naar het kruis en bloos omwille van uw traagheid. Een God die zo ver gaat, die kijkt daarover. Dat betekent niet dat uw zonden om het even zijn. Maar als u oprecht berouw hebt, sta dan op, ga verder. Heb dorst. Laat ons, dierbaren, bij deze heilige mis, die ja de bron is van alle genade, laat ons ons hart wijd openzetten door een groot verlangen. Doe een vurige communie. We zullen in de hemel het verschil zien tussen een ziel met één enkele communie meer als een andere. En dat verschil zal enorm groot zijn. En toch merken wij dat niet per se nu in ons hart. Maar de goede God heeft zijn redenen. Want moesten wij zijn werk door de heilige communie en door de sacramenten die zo'n volheid van genade meedelen, moesten wij dat vaststellen, dan zouden wij te fier worden op onszelf. En door onze hoogmoed zouden wij dat grote werk Gods in ons vernietigen. Daarom is dat nog verborgen. Maar ga met vurigheid de communie. Ga met grote nederigheid te biechten. Zonder uzelf ergens proberen te verontschuldigen. Met alle mogelijke omstandigheden aan te geven. Nee, biecht pijnlijk uw zonden. Het moet een pijnlijke belijdenis zijn. Gij zult grote genade ontvangen. Heb een groot verlangen naar ons Heer. Doe een geestelijke communie. We zijn bij de bron. Put er zoveel uit als je wilt. Indien iemand dorst heeft, kom hij tot mij en drinken. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.